welkom bij Meer Zoetermeer Ontmoet, in de studio van Meer Zoetermeer in Zoetermeer. We hebben vanavond de gast Joop Ooms, voorzitter van Doing, vereniging aangepast sporten, Zoetermeerse vereniging. En ik wil het met hem hebben over wat Doing doet, wat Doing betekent in Zoetermeer en voor de mensen die daar sporten. En we gaan eens kijken wat er over te vertellen valt. Joop, Doing. Opgericht, wanneer? We zijn opgericht in 1979. En dat was naar aanleiding van een andere vereniging in Delft. Daar sporten enkel mensen met handicaps. En ook een heleboel mensen die in Zoetermeer woonden, maar er was hier niets. En toen is uit die vereniging Redeos is Doing ontstaan. En daar zijn we toen in 1979 mee begonnen. En onze eerste activiteiten werden gedaan in de Irisvaart in Zoetermeer. En welke sporten waren dat? Toen waren het nog voornamelijk zitvolleybal. En dat was het eigenlijk. En daar langzaam aan uit zijn we toen met andere sporten begonnen. En eigenlijk is het tot heden toe nog zo dat als er behoefte is aan een sport voor mensen met een beperking, dan proberen we dat binnen onze vereniging te realiseren. Echter, op dit moment is het zo dat we een aantal sporten hebben, waaronder tafeltennis, rolstoelhockey, zwemmen, conditietraining. En we lopen een beetje uit de pan. Dus de gemeente die zal dan in de toekomst toch wel de zaal waar wij zitten wat meer ruimte moeten gaan bieden. Want we lopen helemaal vol. Ja, ja. Er is zoveel behoefte aan van mensen die een beperking hebben, welke dan ook, om op hun manier te sporten. En dat kan niet bij alle verenigingen. Ja, ja. Want dat blijkt essentieel. Hè? In de aankondiging heb ik het over vereniging aangepast sporten. Ja. Ik hoor je de term beperking. Hè? Je hebt natuurlijk ook gehandicapt, valide of minder valide. Wat vind je nou, welke maakt het je wat uit als mensen een bepaalde term gebruiken? Hoe zie je dat zelf? Of hoe is het voor de doing mensen? Niet zozeer maakt het mij uit. Het enige wat ik vind, maar dat is puur persoonlijk, dat is het woord handicap is zo beladen. Mm-hmm. En als je bij ons kijkt in de sporthal, we hebben ongeveer een 120 leden. Daarvan is 65% heeft geen beperking en 35% heeft wel een beperking. Maar binnen die 65% die geen beperking heeft, die hebben het wel, maar is niet toonbaar en het is niet zichtbaar. Want het is dus geen voorwaarde om een beperking te hebben om lid te worden van Doing. Dat is absoluut juist niet. Iedereen. Je pleit dus voor alles door elkaar en bij elkaar. Kijk, aangepast sporten is ook iemand die 65 is en die last van zijn rug heeft. Ja. Aangepast sporten is ook iemand die hier in Zoetermeer op een hockeyclub gezeten heeft. Ja. En dat niet meer vanwege zijn rug of knieën kan doen. Mm-hmm. En die komt bij Doing en die duikt in de rolstoel en die gaat rolstoelhockey doen. Want zijn technische vaardigheden heeft hij dan wel. Ja, ja. Jullie hebben een locatie in ieder geval, hè? Volgens mij een soort thuis, een thuisbasis. Ja, vertel daar eens wat over. Dat is in de sportzaal aan de Varelsloot. Daar is een ontmoetingsruimte, dat heette vroeger een ontmoetingsruimte. Daar konden dan ook verenigingen of wijkverenigingen zich daar vestigen. En dan konden ze daarnaast de zaal gebruiken. Nou, dat hebben wij in 1994, hebben we dat van de gemeente gekregen. En hebben we dat vanaf dat moment permanent gehuurd. En dat huren we nog steeds. Dat is in 2008, op 2009 is het helemaal verbouwd. Is het helemaal aangepast aan onze wensen. Mm-hmm. Dat we alle rolstoelen kwijt kunnen. Dat we onze tafeltennistafels keurig netjes op. Dat we een hele leuke kantine hebben. Een heel leuk clubgebouw. Dat we daar ook nog naast de sport ook nog sociale activiteiten kunnen laten plaatsvinden. Ja, en dat is ons home eigenlijk. Ja, duidelijk. Hey, ik zie er zijn een aantal sporten, hè, we hebben het net al heel even over gehad. Rolstoelhockey, een hele belangrijke. Ja. Want daar is nog wel iets bijzonders over te melden. Ja. We zijn afgelopen maand, begin augustus, is ons eerste handbewogen team. Want je hebt twee soorten rolstoelhockey, elektrisch voortbewogen en handbewogen. Wij hebben dus de handbewogen rolstoelers. Die zijn naar Tsjechië geweest in Praag. Naar Praag in Tsjechië. En die hebben daar, dat is een vijf landen toernooi geweest, waren 13 verenigingen uit 5 landen. En dan zijn wij kampioen geworden. Gefeliciteerd nog, Joop. Dankjewel. Daarnaast natuurlijk, en dat was er al voor, hebben we ook de beker gewonnen dit jaar.
En we zijn voor de 7e achtereenvolgende keer Nederlands kampioen. Ja, ja. Kijk, dat is heel bijzonder. Ja, ja, dus Zoetermeer en Doing in Zoetermeer doet het in dat verband bijzonder goed. Ja. Hoe is de relatie met hockey? Het is misschien een verkeerd woord of misschien een ongemakkelijk woord om te gebruiken. De gewone hockey is heel populair. Merk je dat ook terug in de rolstoelhockey? En hoe zijn de verbanden? Hoe zijn jullie aangesloten met bijvoorbeeld de Zoetermeerse hockeyclub? Of kijken jullie wel eens bij elkaar? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, wij willen nog wel eens, kijken hoe het bijvoorbeeld bij het mixhockey is. Ja. En we krijgen enkel weinig bezoek van andere verenigingen binnen Zoetermeer. Ja, ja. We krijgen wel bezoek van landelijke verenigingen. Ja, ja. Het heeft jarenlang is het zo geweest dat een hockeyteam van de KLM en een hockeyteam van HGC bij ons kwam rolstoelhockey. Ja, ja. En het leuke is, als je dan mensen hebt die in een rolstoel zitten, die gaan in een rolstoel gaan zitten en die geen hockey hebben gespeeld, die vallen allemaal achterover. Want zoals je weet, en je hebt het op de Olympische Spelen pas verleden heel goed kunnen zien, dat hockey speel je met een gebogen lichaam vooruit. Nou, ja. Dan moet je een rolstoel ook doen, want anders kiep je achterover. Ja. En dat zie je dan. En dat is iets prachtigs als je dat ziet. Ja. Dus mensen die normaal hockey spelen gewoon in de rolstoel duiken. Ja. En we hebben 2 jaar geleden, dat is geloof ik alweer 2 jaar geleden, met toen de verkiezingen waren, de gemeenteraadsverkiezingen, toen hebben we een sportief... hoe noemen we dus dat? Een sportief debat gehouden. Ja, ja. Hebben alle lijsttrekkers hebben uitgenodigd. Een lijsttrekkersdebat, zo noemen we dat. Die hebben uitgenodigd. Die hebben toen die hele zaterdag bij ons gerosseld. Ja, ja. Ja. En hoe is jullie, nu je het over bijvoorbeeld de gemeenteraad hebt, en überhaupt jullie rol in Zoetermeer, hoe is jullie relatie tot de gemeente? Hebben jullie het idee dat jullie op juiste waarde geschat worden? Ontvang je bijvoorbeeld subsidie of hoe is dat geregeld? De faciliteiten op de Forelsloot? We hebben een hele goede band met de gemeente. We hebben toen onze wensen uitgesproken voor de aanpassing in de Forelsloot. En dat is voor meer dan 100% is dat toegekend. We krijgen ook een subsidie. En de gemeente heeft... we hebben een hele goede relatie met de gemeente. Er zijn geen enkele problemen. Nee. En dat is eigenlijk nooit geweest. Nee. En dus onmisbaar om ook jullie activiteiten in deze vorm of zelfs nog breder voor te kunnen zetten. Ja, precies. Vooral het tafeltennis. De tafeltennis is zo geliefd. En zeker. En dat is dan weer leuk, de combinatie tussen de andere tafeltennis, de vereniging in Zoetermeer die ook tafeltennis doet, Taverso. Als wij hele sterke mensen hebben die niet meer bij ons verder kunnen, maar toch de kwaliteit hebben, die gaan naar Taverso. En als er bij Taverso kinderen zijn die ze daar niet kwijt kunnen vanwege een beperking, die komen bij ons. Ja. En zo werkt dat verder. Ja, ja. Over de tafeltennis gesproken, je hoorde vanmiddag op de radio een interview met Gerben Last. Ik weet niet of die naam je wat zegt. Nou, dat is in ieder geval een tafeltennis die naar de Paralympics gaat. Ja, volgende week beginnen in Londen. En hij vertelde dat hij als... minder valide tafeltenners. Hij gaat naar de Paralympics. In Nederland wel gewoon in een valide competitie uitkomt. Dat loopt dus door elkaar heen. En hoe zie jij dat? Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Want toen wij gestart zijn met tafeltennis, was het dus rond 1980 geweest, had je de NIS, Nederlandse Invalide Sportbond. En daar kon je enkel als gehandicapte mocht je daar tafeltennissen. En nu is het zo dat die combinatie tussen tafeltennis en de Nederlandse Invalide Sportbond, wat kort geleden NEBOS heette en nu weer Gehandicapt Sport Nederland, die heeft de hele tafeltennis afgestoten aan de Nederlandse Tafeltennisbond. Dus wij sporten, ook als je met beperkingen speelt, kan je in de reguliere competitie uitkomen. Okay. Waar iedereen uitkomt, waar Taverso uitkomt. Maar je kan er ook voor kiezen om beide competities te spelen. En dan speel je bij zeg maar via de Nederlandse Tafeltennisbond de gehandicapte sport, zeg maar. Ja. Als je het zo wil noemen. Ja. Die Paralympics, hè, we hadden het net al over, gaan volgende week beginnen. Kijk je daar met extra belangstelling naartoe? Of heb je zoiets van, nou, gewone Olympische Spelen, Paralympics, het maakt eigenlijk niet uit? Nou, het is sowieso, ik ben helemaal sportbezeten. Dus ik kijk overal naar. Ja.
En dus ik kijk, zodra het op de televisie is, dan kijk ik wel naar de Paralympics. Ja, ja. En dan vind ik eigenlijk het mooi. Ik doe zelf heel veel. Ik heb heel veel aan tafeltennis gedaan. Ja, ja. Maar als ik toch naar de Paralympics kijk, dan kijk ik toch niet naar tafeltennis, maar dan kijk ik naar atletiek. Dat vind ik echt mooi. Ja, dat vind ik echt. Maar dat vind ik met de gewone Olympische Spelen. Ja, ja. Want tafeltennis is wel een Paralympics, sport bij de Paralympics. Ja, 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 ja. Maar je hebt wel, heb ik begrepen, een uitgesproken mening over wat uiteindelijk je ideale sportsituatie zou zijn. Ja, nou, dat is puur persoonlijk is dat. Mm-hmm. Ik vind, kijk, dat er een Paralympics is, dat kan ik me iets best voorstellen. Maar de lading die dat heeft over mensen met een handicap daar enkel aan mee mogen doen, dat gaat me te ver. Ja, ja. Ik bedoel, een beperking is een beperking. En iedereen, als je wat ouder bent, dan heb je ook een beperking. Ja. En dan moet je ook kunnen sporten op jouw manier. Ja. Maar ik ben het ermee eens dat een Paralympics, dat is toch wel iets bijzonders. Of een Olympische Spelen, dat daar een gradatie bij is. Maar die lading die je draagt van gehandicapten, negatief weer niet, maar misschien te geladen, te bepalend. En dat is zo jammer. Okay. Hè? En daarom hebben wij als vereniging ook gekozen om iedereen bij ons te laten sporten. Ja. En we hebben jeugd gehad die toen ze binnenkwamen nog geen balletje beet konden pakken. En die spelen nu competitie. Ja. Maar je moet de tijd hebben. Ja, ja. Mooi voorbeeld van hoe op de gewone Olympische Spelen een gehandicapte sporter natuurlijk excelleerde was. Dat is prachtig. Ja, dat is één, zeg maar 100 meter naar de goede richting. Of nou, wat was het, die afstand? Ja, ja. Hè, de goede richting. Ja. Hoe keek je daarnaar? Want we hebben het over het atletiek, het hardlopen onderdeel van de man met zijn dat de Blades? Blades, ja. Ja, ja, ja. En die ging kon behoorlijk meekomen. Nou, kijk, er werd toen gezegd, ja, die meneer heeft voordeel. Ja. Maar bij elk voordeel is een nadeel. En dus ook bij een gewoon loper ook. Ja. Ik bedoel, zijn kuitspieren kunnen niet verzuren, maar zijn bovenbeen wel. Ik bedoel, en dat kan bij een sporter, die kan weer wat anders. En zolang het geen groot verschil maakt. Dus ook weer aangepast sporten, dat vind ik eigenlijk belangrijk. Ja. Ja. En het sporten sowieso sport is het belangrijkste. Dat is voor iedereen goed. En dat is, nou, dat is duidelijk. Joop, ontzettend bedankt voor je komst en wat je wilde vertellen. En heel veel succes met Doing, de vereniging van Zoetermeer die daar een hele belangrijke rol in speelt. Bedankt voor je komst. Graag gedaan.